Goedendag, het is een natte donderdag vandaag. Regen en wind, echt herfstweer. En dat kunnen we ook mooi zien op deze foto. En vanmiddag gaat het ook nog wel even door met die regen. Die neerslagzone die trekt van zuid naar noord over ons land. Af en toe is het even wat droger, maar pas later vanmiddag wordt het in het zuiden echt wat droger. En in het noorden duurt dat waarschijnlijk toch wel tot in de avond. Dit is de weerkaart die hierbij hoort. Een lage drukgebied boven Groot-Brittannië en een deel van de Noordzee. En een brede strook met neerslag richting ons land. En dat is nu aan het passeren. En dat trekt geleidelijk aan naar het noorden weg. Dan is het morgen tijdelijk wat droger. Maar een nieuwe neerslagband die nadert dan vanuit het westen. En die gaat dan ook passeren. Op hetzelfde moment komt er een oostelijke stroming op gang met koude lucht. En die koude lucht die gaat richting het noorden van ons land bewegen. En dan krijgen we een scheidingslijn van koude lucht in het noorden en warme lucht in het zuiden. En op die scheidingslijn zie je dan over het algemeen altijd wel actief weer. Als ik de animatie aan gaan we ook wat roze zien op een gegeven moment. Dat zal in de nacht en ochtend zijn. En dat betekent dat er zelfs wat sneeuw kan gaan vallen in Duitsland. En misschien ook nog wel in onze omgeving. We houden er rekening mee dat bijvoorbeeld in Gelderland er een beetje sneeuw kan gaan vallen, natte sneeuw kan gaan vallen. Ik verwacht niet dat het helemaal wit gaat worden, maar misschien op de autoruiten en op de auto's dat de sneeuw een beetje blijft liggen. Het zijn kleine hoeveelheden die er worden verwacht. En ja, de bodem is natuurlijk nog steeds erg zacht of erg warm, moet ik zeggen. En dat betekent dat het allemaal vrij snel gaat verdwijnen. Maar die koude lucht bereikt wel het noorden van het land en daar zal het een stuk kouder gaan worden in het weekeinde. Daar kom ik zo op. Eerst maar even naar donderdag nog. Vandaag regen, bewolking en ook vanavond nog wel wat regen. Vanuit het zuiden wordt het dan geleidelijk aan drogen bij temperaturen rond de 9 graden. De wind waait op dat moment nog wel uit zuidelijke of zuidoostelijke richting. En morgen overdag, ja, dan beginnen we wel droog, maar dan komt dus die neerslagband dichterbij. En dan gaan we ook even in detail naar kijken. Hier zien we de regen vanuit het zuidwesten komen. De koude lucht die vanuit het noorden binnenschuift. En let u dan op, dan zien we hier ook op een gegeven moment een heel klein beetje roze boven Flevoland. Nou, dat is een signaaltje dat er wat sneeuw kan gaan vallen. Andere modellen hebben het wat meer in Gelderland liggen. Zaterdag overdag is dit ook nog niet direct verdwenen. Dus misschien dat hier nog wel wat natte sneeuw blijft vallen. Zaterdagochtend, dat is helemaal niet uitgesloten. Wat we ook zien is heel duidelijk die oostelijke stroming in het noorden. En daar horen dus lage temperaturen bij. Kijk maar eens, uit het oosten komt die koude lucht langzaam maar zeker richting het noorden. Dan is het nacht, dan gaat het vriezen in een groot deel van het land. In de noordelijke helft met name. Maar ook in het midden van het land zitten we al rond het vriespunt. Alleen in het zuiden, daar blijft de temperatuur ruim boven het vriespunt zoals het er nu naar uitziet. En ja, dit is natuurlijk allemaal kilometerwerk. Want als die koude lucht toch nog wat verder zuidelijker drukt, dan wordt het hier natuurlijk wat koud. Maar misschien dat sneeuwbandje dan, of regen en sneeuwbandje, misschien ook wat zuidelijk gaat komen. Dat zijn allemaal details die nu nog moeilijk in te vullen zijn. En dat wordt waarschijnlijk morgen een stuk duidelijk. In ieder geval is wel één ding heel duidelijk, dat het in het weekeinde echt een stuk kouder gaat worden. Het is overigens van korte tijd, want in de loop van zondag gaat de zachte lucht juist weer opdringen en wordt de kou weer verdreven. Krijgen we volgende week weer zeer wisselvallig weer. Nog fijne dag.